In essentie is het een verhaal over twee jongens van 13 jaar en hun vriendschap. Waarvan alles mee gebeurt en niet gebeurt. Maar het gaat bij uitbreiding over vriendschappen in het algemeen, in het leven. Uw laatste film als producent, is het een goede laatste? Ik vind dat wel, ja. En blijkbaar vinden de mensen van het filmfestival in Cannes dat ook, ja. De tweede die je produceert voor Lucas, wat is er zo bijzonder aan het samenwerken bij hem? Ja, het is een uniek talent. Hè. Het is iemand die keihard werkt. Het is iemand die zoekt naar een bepaalde cinematografische stijl. Hij zoekt niet naar cool zijn. Hij zoekt niet naar hip zijn. Hij zoekt niet naar al dat soort moderne dingen. De film is op een manier eerder klassiek. Qua opbouw klassiek, qua esthetiek. Maar zo ontzettend goed geacteerd in de eerste plaats. Je hebt niet het gevoel dat je naar acteurs zit te kijken. Je hebt het gevoel dat je zit te kijken naar echte mensen van vlees en bloed. Het is iemand die ook er bewust voor kiest om films te maken voor een groot publiek. Voor zijn eerste film keek er letterlijk niemand mee over zijn schouder. Hè. Voor deze tweede film keken er een paar honderdduizend mensen mee, bij wijze van spreken. De druk was enorm. Dit vak heeft het bijzonder moeilijk op dit moment. Net om aansluiting te vinden bij het publiek enzovoort. Dus verder een tal van redenen voor. Maar voor een stuk zal het toch van jonge mensen moeten komen en niet van oude grijze zakken. Ik vind dat zeer lief en sympathiek bedoeld als mensen mij daar mee complimenteren. Dat ik het talent erken enzovoort. Misschien is dat ook zo. Maar het is toch dat talent die dit in de eerste plaats zelf moet doen. Hoor. Ik heb de kans gehad om met bijzonder fijne mensen samen te werken. Met Lucas, met Felix van Groeningen heb ik vijf films gemaakt. En niet van de minste. Dat zijn fantastische ervaringen geweest. Zo een andere impuls die de naam verder kan zetten. Oh ja, maar dat doet hij al heel lang. Hè. Ik neem aan dat we het over mijn neef Ruben hebben. Die als cameraman fantastische dingen doet. Ja, ja, absoluut. Dat is... Heel mooi werk dat hij doet. Daar kan ik ook alleen maar even trots op zijn. Cinema.